De aanval van Iran op Israël betekent een nieuwe fase in het Midden-Oosten-conflict. André Diepenbroek van de Israëlische ambassade had een aanval op deze schaal niet verwacht. En volgens theoloog Hans Maat komen de Bijbelse profetieën door deze ontwikkelingen in een stroomversnelling. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. Door de droneaanvallen van Iran op Israël staat de wereld op scherp. Afgelopen nacht vlogen 300 drones in de richting van het Heilige Land. Het overgrote deel kon worden onderschept. Volgens Israël zal Iran een hoge prijs betalen voor deze actie. Aan tafel André Diepenbroek van de Israëlische ambassade en theoloog Hans Maat. Goedenavond, heren. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Diepenbroek, wat was uw eerste reactie en gedachte toen u hoorde van deze aanval? Nou ja, er is natuurlijk wel het laatste dagen, weken toch wel over gesproken en over gespeculeerd dat het zou gaan gebeuren. En dat je er rekening mee moet houden. Maar tegelijk heb je ook niet precies, laat ik zeggen, een gevoel of een idee wat het nou precies zou kunnen zijn. Ik dacht zelf eigenlijk meer in wat Iran wel vaak in het verleden heeft gedaan. Dat een Joods centrum ergens zou worden aangevallen of een Israëlische ambassade ergens in de wereld of zo, laat ik zeggen, Joodse doelen treffen die binnen handbereik zijn, zeg maar. Ja. Was u verrast door deze aanval? Ja, ik had dit zo niet verwacht eigenlijk, dat ze zo openlijk direct vanaf eigen grondgebied, openlijk, maar ze hadden het zelfs aangekondigd, heb ik gelezen vandaag, dat zouden gaan doen. Was het groots voor uw gevoel? Ja, en ik zat, we zijn nu al een beetje gewend aan het idee dat er niks gebeurd is. Mm. Maar als ze dit in Europa hadden gedaan, wij zijn weerloos hier daartegen. Ja. Israël heeft natuurlijk van allerlei raketten, luchtafweersystemen van allerlei soorten. En daardoor is er niks gebeurd. En er zijn Britse en Amerikaanse en Jordaanse toestellen, vliegtuigen die mee hebben gewerkt. Maar als je dat nou even allemaal wegdenkt, dan was Israël een ravage geweest vandaag. Ja. Nou heeft demissionair minister Bruin Slot de ambassadeur van die ontbiedt de ambassadeur van Iran. Ja. Wat zegt ze daarmee? Nou, dat is in het kan voor heel veel mensen iets simpels zijn of een beetje bijna klein of knullig wil ik niet zeggen, maar zo overkomen. Mm-hmm. Toch is dit in het diplomatieke verkeer is dit het zwaarste middel. Je hebt er nog eentje, dat is dat je de ambassadeur naar huis stuurt. Mm. En vaak wachten landen dat niet eens af, want dan voelen ze al aan dat het eraan zit te komen. Dit is echt een zwaar middel, waarbij je duidelijk stelling neemt ook en iets afwijst. En ook wel stelling neemt. Het is een duidelijk signaal dus eigenlijk, als ik u zo goed begrijp. Dus niet mis te verstaan dit. Nee. Wat ging er door u heen, meneer Maat, toen u de beelden van die drone zag? Nou, eigenlijk ook wel een beetje wat André ook al aangeeft. Het is op zichzelf een soort nieuwe fase. Als je van Iraans grondgebied raketten en drones afschiet. Hè? Ja. Ballistische raketten die echt wel fors zijn van formaat. Ze zijn misschien niet hypermodern. Is een dieptepunt in de oorlog? Nou ja, ik denk dat we nog veel meer dieptepunten gaan meemaken. Dus het is inderdaad waar dat Israël zichzelf heel goed kan beschermen. Je moet je voorstellen inderdaad dat het boven Den Haag plaatsvindt, of boven Londen of boven Washington. Mm-hmm. En dat er dan tegen je gezegd wordt, rustig gaan, laten we diplomatiek oplossen zoals Biden heeft gedaan. Ik denk dat dat niet aan de orde zal zijn. Nee, dan denken we heel anders, denk ik inderdaad. Ja. Meneer Diepenbroek, u werkt op de Israëlische ambassade. Wat gebeurt daar als er bekend wordt dat er Iraanse drones op weg zijn naar Israël? Nou ja, we waren thuis natuurlijk, want het gebeurde in het weekend. Mm. Dus, ik kan me wel voorstellen dat er onderling contact is dan. Laten we zeggen, de WhatsApp en de social media groepen die doorgaans in het weekend dan heel rustig zijn, die gaan ineens helemaal zitten die vol. Dus dat wel. Ik merk het ook bij collega's, dat iedereen dacht van, gebeurt er nou echt? Ja, is de spanning voelbaar? Is het nu, ja. Ook omdat je, Hans heeft daar helemaal gelijk in, dit is toch wel een bladzijde die omgaat, zeg maar. We weten eigenlijk niet precies hoe het nu verder gaat. Nee, zit er logica in de aanval nu, de keuze die Iran gemaakt heeft? Nou ja, logica. Ja, aan de ene kant heb ik wel na zitten denken van, ze willen blijkbaar een heel zwaar signaal of zoiets afgeven. Mm-hmm. Ik denk ook wel dat het bedoeld is om in het hele Midden-Oosten een harde klap op tafel te geven.
waarbij alle landen in de buurt worden gewaarschuwd. Mm-hmm. Van dit kunnen we dus. Ja. Ik las ergens dat Rusland niet tot nu toe nog nooit zoiets heeft kunnen doen. Hè? Zo'n grote aanval, zo gecoördineerd doen met dit soort technologie. Ja, nou zegt Iran dat de zaak na deze aanval afgedaan is. Hoe serieus moeten we dat nemen? Ja, niet. Nee. Kijk, de zaak is nu afgedaan. Iran is al sinds de jaren 90 van de vorige eeuw bezig met in Libanon en in Syrië en in Jordanië, of waar ze ook maar de kans krijgen om daar voet aan de grond te krijgen. Ik heb nog even zitten kijken, ik kon niet de goede vertaling vinden van het woord proxies. Een proxies, dat is eigenlijk een groepering die je eigenlijk... Je kunt als landen, als twee landen bondgenoot zijn en samenwerken. Maar als je dat nou niet als land doet, maar dan met een organisatie, een terreurbeweging of zo, dat noem je dan een proxy. Ik kon geen goede vertaling vinden. Dus laten we het er maar even ophouden. Dus die organisaties zitten overal. Dat zijn dan de Houthis in Jemen. En dat, waar dan overal hebben ze gelijkgestemde organisaties georganiseerd. Ja. Bewapend, getraind. Hamas is ook zo'n club. En in Gaza. En dat is iets wat... De aanval van Hamas op 7 oktober, daar dachten we ook dat Hamas daar zelf niet toe in staat was. Nee. Dat is denk ik ook zo. Ja. Ze zijn getraind. Dus zij hebben eigenlijk hulp gekregen van hun proxies. Israël kreeg hulp van Jordanië en Saoedi-Arabië om die drones te onderscheppen. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is bijzonder. Ik las ergens, en dat vond ik wel... dat dacht ik van, heb ik wel gezien, maar nooit over nagedacht. Sinds de Abraham-akkoorden... Mm-hmm. Die dus met een aantal Arabische landen was minister Gans, die nu eigenlijk zonder portefeuille in het kabinet deelneemt. Die was toen minister van Defensie. En die is allerlei reizen gaan maken door het hele Midden-Oosten, overal heen, ook naar de nieuwe bondgenoten, zal ik maar zeggen. En dat ging natuurlijk over samenwerking. En toen werd al gezegd, iedereen voelt de hete adem van Iran in zijn nek. Blijkbaar zijn er afspraken gemaakt die we gisteravond ineens actief zagen worden. Ineens zagen we Jordaanse toestellen iets doen. Overal werd met luchtafweer gewerkt en geschoten. De Israëlische toestellen mogen ineens overal vliegen, blijkbaar. Ja. Ik was ook verrast. Dat is bijzonder. Hele luchtruim in het Midden-Oosten was ongeveer... Die Abraham-akkoorden komen tot uiting, om het zo maar te zeggen. Blijkbaar is er heel veel samenwerking afgesproken. Ja. Die lag te wachten, helaas, op dit moment. Ja, nou, we praten dus zometeen over verder, want we gaan eerst naar Israël. Want daar, door de aanval van Iran, hebben veel mensen daar een angstige nacht achter de rug. Het luchtalarm ging af in Jeruzalem, Dimona en Eilat. En daarom heb ik nu contact met Kital Levari, die al jaren in Israël woont. Goedenavond, meneer Levari. Hoe was het voor u de afgelopen nacht? Nou, opmerkelijk heb ik persoonlijk een rustige nacht gehad. Mm. Want wij stellen ons vertrouwen op de Heer en daarom vrezen we niet. Mm. Maar ik ben wel getuige geweest van heel veel mensen die wel een angstige nacht hebben gehad. Een nacht vol bewondering ook. Mm. Maar het is wel een opmerkelijke nacht geweest. Was er paniek onder de mensen om u heen? Ik heb geen paniek gezien, nergens paniek gezien. Mm. Wel wat angst. Heel veel mensen hebben niet zo verse herinneringen, maar de herinneringen van de Golfoorlog, waar wij ook van overtuigd waren dat grote raketten met chemische oorlogvoering op weg zijn. En dat heeft, dat is teruggeroepen, zeg maar. Het is herroepen in de gedachten van mensen die deze herinneringen met zich dragen. En hoe wordt u nou door de Israëlische overheid voorbereid op deze aanval? Nou, we worden uitgebreid verteld over wat er gaat komen, wat de gevaren zijn, hoe te handelen, wat te doen, wat mee te nemen. Zonder paniek, zonder stress. Hmm. We worden heel goed geïnformeerd over de mogelijke aanval. En wat voor aanval het zal zijn, wat we moeten doen, waarheen te gaan. Natuurlijk, we zitten al 6 maanden in een oorlogssituatie, meer dan 6 maanden. Dus we weten precies waar de schuilkelders zijn. De meeste huizen hebben een eigen safe room. Een kamer die die met gewapende beton bedekt is. En daar ga je in zitten.
Wij persoonlijk niet. Wij wonen in Akko in het noorden. En we hebben geen safe room. Dus wij gaan naar de straat. Wel 40 meter bij het huis vandaan. Hebben wij een grote schuilplaats onder de grond. En daar gaan we heen als het nodig is. Mm. Afgelopen nacht was het niet nodig. Mm. Hoe belangrijk is het dat wij in Nederland voor Israël en haar bevolking blijven bidden? En wat merkt u daarvan? Nou, ik denk dat hier de sleutel ligt van het succes van het Israëlisch leger. Ik bedoel, wij kunnen van alles doen, maar God heeft alles in zijn hand. Mm. In de loop van de nacht heb ik van tientallen mensen berichten gekregen. En opmerkelijk, zeer opmerkelijk, afgelopen nacht, dat is nog nooit gebeurd. Ik kreeg van verschillende mensen ook de aantallen te horen. We zijn hier met 60 mensen aan het bidden voor Israël, nu. En van een ander continent kreeg ik, we zijn hier met 110 man. En we zijn aan het bidden in onze gemeente voor jullie. Dus ik geloof dat het groot succes van 99% van de raketten uit de lucht te schieten. En het waren verschillende soorten raketten. Ik heb vandaag verder in verdiept. Het was een onmogelijke operatie zonder God. Mm. En ik geloof dat God ons aanhoort. Ook door middel van gebed van de volken. Dus vooral blijven bidden voor Israël. Blijven bidden voor het volk, voor het land. En daar ligt de sleutel in mijn beleving. Daarom heb ik zelf persoonlijk ook een hele rustige nacht gehad. Dat is fijn om te horen. Zo te horen is dat echt een bemoediging voor u. Wat verwacht u van de komende tijd? Hoe gaat Israël reageren op deze aanval, denkt u? Nou, het is heel moeilijk om te weten hoe Israël gaat reageren. Eén ding weten we zeker. Er komt een reactie. Hmm. En of deze reactie met een hoop kabaal en een hoop geschreeuw van hier, wij komen eraan, zoals Iran het gedaan heeft. Of dat het in wat minder opmerkelijk en minder zichtbare wijze wordt gedaan. Er komt een reactie. Hmm. En daar zijn we van verzekerd. Daar kregen we ook te horen van onze overheid, van onze minister-president, dat er een reactie komt. Dus dat komt geheid. Welke? Ja. Dat weet ik niet. Dat is geen twijfel maar meer. Maar één ding is heel makkelijk. Het gaat meer pijn doen dan de aanval van Iran op Israël. Hmm. Nou, meneer Kital Levari, ik wens u heel veel zegen. En bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Meneer Maat, wat doet dit verhaal met u? Nou, ik vind het allereerst prachtig dat hij al die berichten krijgt uit de hele wereld. Dat mensen op hun knieën liggen. Ja. En dat hij daar dus ook het geheim in ziet. En ik denk dat dat zo is. Mm. Ja, dus alles wat er in die hemelse gewesten ook wordt afgevochten, dat is eigenlijk manifest zichtbaar op de aarde. Ja. Dat geloof bijzonder, ik echt. Bijzonder, hè? Dat het, je ziet ook aan hem dat het hem zo bemoedigt eigenlijk. Zeker, hè? Zeker. Dus ik denk, dus dat is prachtig. Ja. Meneer Diepenbroek, wat zijn de gevolgen voor Iran van deze aanval? Ja, dat is heel lastig natuurlijk. Dat horen we net ook al. Er gaan reacties komen. Mensen vragen zich misschien af van waarom moet dat per se? Kijk, eigenlijk je afschrikwekkendheid moet voorkomen dat de oorlog ontstaat. Of dat verkeerde regimes je kwaad gaan doen. Of je bevolking proberen te vernietigen of te beschadigen. Dat is nu eigenlijk doorbroken. Ik las nog net voordat ik hier kwam een reactie van een Iraanse, zeg maar de stafchef, dus de hoogste Iraanse leider van die Iraanse revolutionaire garde. En die zei ook van we hebben een nieuwe balance of power, een nieuwe balans in het Midden-Oosten aangebracht. Mm. En nu moeten zij zich daaraan houden. En als ze dat niet doen, dan zullen ze het weten. Ja. Dus dat laat al zien, voor zichzelf hebben ze de beleving dat ze een stap zijn dichter bij hun doel zijn. Ja. Wat dat dan ook is. Doelen krijgen weten. We niet reactie op reactie op deze manier? Ja, dat kunnen mensen wel eens heel vermoeiend vinden. Maar als je dat dus niet doet in het Midden-Oosten, dan betekent dat het elke keer een stukje verder zal opschuiven. Mm. Omdat dus hier zijn ze mee weggekomen. Ja. Volgende keer probeer je nog weer iets. Ja, en nog dus weer iets. U zegt eigenlijk, Israël moet wel reageren. Ja, want als je afschrikking niet meer functioneert, dan weet je, dan is het niet meer een vraag van of er meer komt, maar alleen maar wanneer. Mm-hmm. Nou heeft de VS. En de VS heeft gezegd dat ze niet mee gaan werken aan zo'n tegenoffensief. Waarom niet, denkt u?
Ja, dan kom je toch al heel snel in dat het echt bijna een globaal, hè, dus een wereldomspannend conflict aan het worden is. In ieder geval een regionale oorlog. Ja, in ieder geval een regionale oorlog. Ja. En dan is er natuurlijk ook een supermacht bij betrokken. De Russen hebben ook al aangegeven dat ze dat niet zullen accepteren. Dan kom je echt bij. Dan escaleert het tot een omvang die. Dat weten we van 50 jaar geleden met de Yom Kippur-oorlog ook. Dat de supermachten ook tot de tanden gewapend tegenover elkaar kwamen te staan. Ja. Dat wil niemand eigenlijk. Nee. Wat betekent dat dan voor Israël? Dat Israël het zelf zou moeten doen. En ik denk ook wel dat Israël dat gewoon ingecalculeerd heeft en zo. En ook liever dat zelf doet dan afhankelijk is. Als ik een beetje de mentaliteit van de Israëli's ken. Het liever zelf doet dan afhankelijk is van de hulp van anderen. Of het werk van anderen. Dat je je eigen veiligheid in de handen van een ander hebt liggen. Ja. Maar welke gevolgen gaat dat dan hebben als Israël wel gaat terugslaan? Nou, ze hebben al aangegeven dat ze dat gaan doen. Dat weet ik ook niet. Ik ben ook natuurlijk niet bij die vergaderingen van het veiligheidskabinet. Ja, je moet haast wel een strateeg zijn, wil je dat kunnen zien. Hè? Nou, het lastige nu is, we zijn echt op onbekend terrein. Ja. Zij hebben dit nu gedaan. We weten dat ze nog veel meer hebben. Dus wat dat betreft kan dit ook een eerste zet zijn. Mm. Als je het even als een schaakspel jezelf voorstelt. Ja. Wat dan een tegenzet moet zijn. Ik denk al wel dat er, omdat premier Netanyahu heeft al jaren gezegd dat dit een keer kan gaan gebeuren. Dus ik ga ervan uit dat daar ook jaren alles over nagedacht. Nu is natuurlijk elke situatie anders. Dus we zijn jaren verder. En ook de wensen van bijvoorbeeld je belangrijkste bondgenoten zijn belangrijk. Je kunt niet zomaar zeggen van we doen waar we zelf zin in hebben. Nee. Dat wil je ook niet. Er wordt natuurlijk best wel druk uitgeoefend om maar niets te doen. Tenminste in ieder geval openlijk. Dat weet je ook weer niet of dat achter de maar schermen klopt het dan. Dat veel Israëli's toch denken van Iran heeft ons letterlijk omsingeld met al die proxies. Ze hebben nu zelf ook wat aangedurfd over een moslimland als Jordanië heen. Dus nu moeten we echt wat doen. We kunnen nu niet meer elke keer achterover blijven zitten. We moeten nu toeslaan. Dat veel Israëli's dat zelf ook denken. Ik denk het wel, ja. Omdat je, de balans van de machtsverhoudingen zijn echt verschoven nu. Mm-hmm. Afgelopen nacht. Dat is echt gebeurd. Ik zie achter jou een straaljager staan met een Davidster erop. Mm. Ik moet altijd wel denken van, er is zoiets fundamenteel anders als we het nu even over verschuivingen op strategisch gebied. Dat Israël nu, het Joodse volk, is in staat om zichzelf nu te verdedigen. Dat is iets wat natuurlijk uniek is. Dat is niet, laat ik zeggen, sinds de Tweede Tempel is dat. Dus dan praten we echt over de pogroms niet meer af te wachten. Nee, iets anders. Dus wat dat betreft is het. Dat hebben we ook gezien de afgelopen nacht. Er is niemand omgekomen. Nee. Hoeveel tijd denkt u dat er overheen gaat voordat er dan een reactie gaat komen? Nou, daar gaan we weer. Het is omdat dit onbekend terrein is, weet ik het niet. Mm. Maar ik denk, hoe langer je wacht, hoe lastiger dat wordt. Mm. Omdat je dan, dan gaat natuurlijk ook de wereldopinie. Dan krijgen we dat allerlei media zich erover gaan buigen. En in praatprogramma's dat alle publieke opinie links of rechtsom wordt gestuurd. Of je doet niks en je wacht af tot het vervolg en je calculeert dat in. En je zegt van in de Golfoorlog, er werd net even door de meneer het Israël aangerefereerd. In 1991 heeft Irak raketten op Israël afgeschoten. Israël heeft toen onder Amerikaanse druk besloten niets te doen. Nee. En de Amerikanen hebben toen iets gedaan. Heel knap. We zullen dus af moeten wachten. Ja, dit is echt afwachten. Ja, nou, we praten zo meteen verder. Want de aanval van Iran op Israël heeft gevolgen voor het complete Midden-Oosten. Nu contact met correspondent Jacob Hoekman. Goedenavond, meneer Hoekman. Goedenavond. Hoe hebben de omliggende landen gereageerd op deze aanval? Ja, met terughoudendheid kun je eigenlijk wel zeggen. Want Iran heeft lang niet zoveel bondgenoten in de regio als mensen soms denken. Er zijn wel allerlei groepen die Iran steunen, maar niet zoveel landen. Hmm. U noemde het al, Jordanië, die heeft zelfs meegeholpen om de raketten uit de lucht te schieten. En Saudi-Arabië hielp ook. De meeste andere landen gingen niet zo ver, maar ze riep wel op tot maximale terughoudendheid. Dat is iets wat je dan vaak hoort. Saudi-Arabië deed dat, Egypte deed dat ook. Eigenlijk heb ik vooral van Hezbollah in Libanon gezien dat ze de aanval prijzen,
Maar ja, Hezbollah loopt dan ook aan de leiband van Iran, dus dat is niet zo vreemd. Nee. En de Houthis in Jemen, die staan ook achter Iran. Maar verder reageert het Midden-Oosten vooral heel bezorgd. Mm. Want er zijn maar heel weinig mensen die op dit moment gebaat zijn bij escalatie. Ja, nou is 99% van die raketten is onderschept. Toch wordt het in Iran echt wel gevierd als een overwinning. Hoe kan dat? Ja, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat Iran voor het eerst nu heeft laten zien in staat te zijn om direct vanuit Iran zelf Israël te raken. En lange tijd werd de strijd tussen Iran en Israël uitgevochten via derde landen, proxies, het werd net al genoemd. En weliswaar heeft Israël nu vrijwel alle projectielen weten uit te schakelen. Maar daarmee heeft Israël noodgedwongen ook informatie vrijgegeven, zoals waar staan die antidroneinstallaties, hoe lang is de reactietijd, wat is hun capaciteit, hoeveel raketten kunnen ze aan, dat soort dingen. Gaat dat en daar kan Iran een volgende keer strategisch gebruik van maken, door bijvoorbeeld nog veel meer raketten af te schieten. Ja, nou, u noemde het net al even. Saoedi-Arabië en Jordanië hielpen mee om die drones uit te schakelen. Hoe wordt er dan in die Arabische landen gekeken naar deze reacties? Nou, eigenlijk op twee manieren. Door veel gewone mensen op straat wordt dat gezien als verraad. Hmm. Ik heb heel wat berichten op sociale media langs zien komen waar vooral Jordanië er ongenadig van langs krijgt. Ze zouden de verrader zijn van de Palestijnse zaak. Hmm. Maar ik heb nog geen regering van een Arabisch land gezien dat die opstelling van Jordanië en Saoedi-Arabië heeft veroordeeld. Mm. En dat tekent dus de kloof die er in grote delen van de Arabische wereld is tussen de regering en het volk. Het volk is veel meer pro-Palestijns en anti-Israëli's dan de regeringen van Arabische landen vaak zijn. Gaat het dan nog gevolgen hebben voor die twee landen? Niet direct, denk ik, maar vooral in Jordanië moet de koning denk ik wel heel erg oppassen om geen legitimiteit onder het volk te verliezen. Een groot deel van de Jordaniërs is van Palestijnse afkomst. En vele van hen zijn het Jordaanse koningshuis liever kwijt dan rijk. In het verleden heeft dat al tot grote spanningen geleid. En bijna tot de ondergang van dat koningshuis in Jordanië. En je kan niet uitsluiten dat zoiets weer gebeurt. Nee. Maar wat zijn dan uw verwachtingen voor het Midden-Oosten voor de komende tijd? Ja, dat zal op dit punt denk ik echt helemaal afhangen van de reactie van Israël. En Biden, de president van Amerika, heeft natuurlijk een advies gegeven aan Netanyahu. En die zegt van, nou, er is nauwelijks schade aangericht. Laat je nu niet leiden door emotie, maar door ratio. Laat het hierbij. Maar goed, Israël heeft natuurlijk al aangegeven wel degelijk te zullen reageren. Dus dan kun je erop wachten, dan zal Iran ook weer reageren. Dus ja, op dit moment lijkt alles nog beheersbaar. Maar als die reacties over en weer steeds groter worden, dan denk ik dat een grote regionale oorlog heel goed mogelijk is. Ja. Nou, meneer Hoekman, ik wil u heel erg bedanken voor uw toelichting. Graag. Ja, meneer Maat, hoe kunnen we deze ontwikkelingen nou bijbels bekijken? Nou ja, dat is natuurlijk altijd zoals ik er dan naar kijk. Hè? Dus er zit een klein beetje subjectiviteit in, hè? Wat ik er dan van denk. Maar één ding is zeker, kijk, Jeruzalem en Israël, hè, de ogen van God gaan naar het Midden-Oosten, gaan naar Jeruzalem. Als de tijd van de heidenen is vervuld, hè, als die vol is. Ja. En eigenlijk kan je zeggen, sinds de staat Israël is opgericht in 1948, is die profetische klok van die God heeft, is enorm snel gaan tikken. Ja. Hè, dus alle ogen gaan naar Jeruzalem. En dat is wat wij, als we de Bijbelprofetie bestuderen, en als we goed kijken naar de actualiteit, vooral doen. En dan zie je natuurlijk enorm veel ontwikkelingen. We zien een aantal oorlogen die in Israël zich al hebben afgespeeld. En we kennen natuurlijk de geschiedenis vanuit het Oude Verbond, ja. Oude Testament. Maar als je nu deze versnelling weer ziet, hè, dat Iran zo openlijk, hè, als Perzië, we kennen allemaal het verhaal van Haman en Esther. En ook de geestelijke machten die daarachter zitten, hè, uit het verhaal van Daniel. Ja, als we nu zien dat de maskers afvallen, dan denk ik van, nou, dit conflict heeft het allemaal in zich om zich te ontwikkelen naar die grote oorlog die onder andere in Ezechiël wordt beschreven. Ja, want hoe moeten we die profetie dan bekijken? Nou ja, kijk, hoe je moet bekijken. Kijk, ik geloof ik geloof dat dus de profetie uit het Oude Testament ook werkelijk moeten worden vervuld voordat Jezus terugkomt. Ja. Er zijn allerlei eschatologische stromingen die dat betwijfelen, maar ik denk dat. Mm-hmm. En
En ik denk dus echt gewoon dat Iran en onder andere Rusland... Hè, dus, God zegt, ik sla een haak in jullie kaken en ik betrek jullie bij de oorlog. Ook al, doe je het met tegenzin, dat je Iran moet volgen. Die alliantie die er nu is met Iran, Rusland hè, en nog een aantal andere landen... die ook buitengewoon vijandig zijn richting Israël... vind ik een zeer interessant fenomeen met oog op dat hoofdstuk 38 en 39. Ja, want... Als u die profetie dan zo ziet, hè, we zien dat gebeuren. We hadden het even over de Abraham-akkoorden, Saudi-Arabië. Ja, worden ook in de Bijbel beschreven eigenlijk. Ja, dat zijn natuurlijk die allianties die tegen Israël opstaan en ze helpen, om het zo maar te zeggen. Baart u dat dan zorgen of geeft dat dan ook hoop eigenlijk? Ja, ik ben een beetje van het soort wat graag een beetje zeg maar in gevecht gaat. Dus ik ben niet zo bang of zo, als ik het dan zachtjes uitdruk. Maar ik heb niet iets van, ik ben alleen maar bezorgd. Ik vind wel voor de jonge generatie deze tijd heel verwarrend. Mm-hmm. En pas op dat niemand u misleidt, is eigenlijk het eerste van Matteüs 24 en de reden over de laatste dingen. En dan denk ik aan onze jonge generaties, we hadden het voorgesprek al even over. Ja, wat is nog waarheid? Alle misinformatie die er Ja, zeker. Wat is waarheid? Dus dan zeg ik altijd veel Bijbel lezen, dan krijg je oog voor wat waarheid is. Maar dat was niet je vraag, hoor. Pardon, ik ga er helemaal langs heen. Ja, dat geeft ook niet. Wat ik me nu afvraag is eigenlijk... Wat kunnen we nou als christenen met die kennis over die profetie en over de tijd waarin leven? Ja, dus gewoon met hoop en geloof en verwachting uitzien naar de komst van Christus... Die de prins van de vrede is en die ook de Messias is voor onze Joodse broers en zussen. Hij zal zich ergens openbaren, want Gods beloften aan Israël worden gewoon vervuld. Dus daarom vind ik het ook zo ongelooflijk mooi dat er zoveel wonderen in Israël gebeuren. Ook in die Gaza-oorlog gebeuren wonderen. Ik hoor ze ook vaak uit de eerste hand van de jongens die in de tunnels zitten. Kunt u een voorbeeld noemen? Nou, dus een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld dat er gewoon een duif in de tunnel vliegt. Een witte duif. Die vliegen niet in tunnels 30 meter onder de grond. Nee. En die dan op zo'n draad gaat zitten waar dan een booby trap zit. Nee. Waardoor die jongens weten van, oh, dat kunnen we niet op gaan staan. Dus en er zijn talloze verhalen vanuit Israël. Maar ook gewoon wat die meneer net zegt. Wij gaan bidden. En dan zien we dat 99% van dat wapentuig uit de lucht geschoten wordt. Vind ik eigenlijk ook al misschien wel een wonder ook op zich. Dus dat is eigenlijk ook een oproep, denk ik, naar de kijkers. Om veel te blijven bidden. Ja, maar het is wel de tijd om nu gewoon de Bijbel zeg maar in zijn geheel serieus te nemen. En ook dus alle beloften voor Israël en ook de Bijbelprofetie. Mm. En ik merk zoveel weerstand tegen gewoon nadenken over de wederkomst. En soms denk ik, waarom steken mensen hun hoofd in het zand? Mm. Er zijn zoveel tekenen van de tijd. Er zijn zoveel profetieën aan het uitkomen. En ik vind het zo interessant. Ja. En een versnelling, zegt u dus eigenlijk ook wat we zien. Nou, ik denk dat dit wel... dat denk ik wel. Ik denk dat dit inderdaad in zich heeft... dat er een regionale of wereldwijde oorlog door kan ontstaan. Maar God zal Israël redden, staat er dan. Ja. Hoe kijkt u daarnaar, meneer Diepenbroek? Dat is natuurlijk vanuit de ambassade ben je altijd... keurig alleen met diplomatie en met politiek en geschiedenis bezig. Mm. Maar... ik ben zelf ook christelijk, dus wat dat betreft is het iets wat ik zeker herken. Ik vind ook wel heel mooi dat ik ook met mijn collega's, mijn Joodse collega's, merk dat ze ontzettend verwonderd zijn over het niveau en de diepgang, laat ik het eigenlijk zo zeggen, waarop christelijk Nederland meeleeft. Dat is even alleen over Nederland natuurlijk, maar dat is geldt niet alleen voor Nederland, dat is wereldwijd iets. Maar als we even, voor eigen parochie preken. Maar dat ze zeggen, er is zoiets bijzonders gaande. Ik sprak nog een collega van mij, die is Joods uit Rotterdam. Mm. En die zei, André, onze hele synagoge hangt vol met kaarten. En met regelmaat, we hebben allemaal bossen bloemen tegenwoordig op tafels overal staan en zo. Mm. Dat krijgen we van christenen. Er wordt ontzettend meegeleefd dus. Het is voor het eerst dat mensen tegen elkaar zeggen... Het is erg en het is allemaal heel naar wat er gebeurt, ook met antisemitisme in Nederland. Maar we hebben toch het gevoel dat we niet alleen meer zijn. Nee. Nou, dat is... Dat is een mooi gevoel. Ja. Maar ik zeg altijd wel gewoon, ook tegen de christelijke gemeente... Ze gaan nu eerst achter de zaterdagmensen aan, maar de zondagmensen komen ook. We moeten het hierbij laten, meneer Hans. Ja. En meneer Maat en meneer Diepenbroek wil u heel erg bedanken. En u bedanken voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.